Ja, hier sta ik dan in mijn tuin. Ik had liever natuurlijk naar u toegekomen om met u te praten over de aanpak van onze stikstof. Alleen dat is door de coronamaatregelen niet mogelijk. Op deze manier willen wij wel met u in gesprek gaan, want wij zijn echt bezig met de aanpak van de stikstof in alle gebieden. We hebben grotendeels in kaart gebracht waar bij de N2000 gebieden wat het teveel aan stikstof is en wat de oorzaken daarvan zijn. En ja, daar zijn heel veel manieren om die stikstofproblematiek aan te pakken. En om ervoor te zorgen dat de natuur wordt verbeterd. Maar ook om dat er weer vergunningen verleend kunnen worden en dat we weer dingen kunnen doen. Er zijn verschillende manieren om de stikstof aan te pakken. En dat doen we graag samen met u. U als ondernemer, als werknemer, als omwonende. U heeft waarschijnlijk ook heel veel ideeën en misschien ook vragen. En via de pop-up die we hebben gemaakt op deze website kunt u die ideeën en vragen en suggesties bij ons kwijt. En wij nemen dan graag contact met u op. We weten nog niet hoe lang deze coronamaatregelen gaan duren, maar ik hoop heel snel weer fysiek met u in overleg te kunnen. Maar tot die tijd blijft deze website in de lucht en kunt u ons ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Die wordt regelmatig uitgegeven en ik hoop u snel weer te zien.